Hallo allemaal, welkom bij dit tweede en tevens laatste deel van de Crash Course Offshore Oil and Gas. Ik hoop dat jullie mij allemaal goed horen en zien. Twee weken geleden zijn we met elkaar samengekomen en hebben we alles geleerd over het bodemonderzoek, het boorproces en de ontwikkeling van een productieplatform. Nou, vandaag gaan we het hebben over offshore installatie, over subsea en over offshore support. Nou, daarvoor hebben wij een drietal gastdocenten bereid gevonden om ons hier alles over te vertellen. Ik zal ze even kort aan jullie introduceren. Dat zijn Wim van der Velde. Wim, ben je aanwezig? Ja, en hoor je mij, Chris? Goedemiddag. Beeld en geluid, hartstikke goed. Ja. Wim, welkom. We hebben Jan van der Graaf. En Jan, excuses voor het verkeerd noteren van jouw naam op de LinkedIn-banner en de welkomstslide. Je bent nog wel gemute, maar dat geeft niet. Je bent er, dat gaat straks goed komen. En natuurlijk Ron van der Laan. Ron, ben je er ook? Ik ben er, Chris. Kijk, loud en clear. Welkom. En natuurlijk niet vergeten Joost Eenhuizen. Joost, ben je er ook? Jazeker, goedemiddag, Chris. Okay. Ja, Joost, jij hebt ons vorige week natuurlijk nog van alles verteld over Rotterdam en offshore. Een stukje historie. Wat is jouw rol eigenlijk vandaag, Joost? Nou, ik kan wel zeggen, op vele verzoeken sluit ik weer aan, Chris. Ik weet niet of je LinkedIn in de gaten hebt gehouden, maar we hebben leuke reacties gekregen op de eerste serie. Vandaag doe ik geen aftrap. Laten we het woord vooral aan onze specialisten. Ja. Maar samen gaan we ze een beetje in de gaten houden of het allemaal goed gaat. En ik hou onder andere de tijd bij. En ik heb al wel wat vragen voor bereid voor het geval dat dat niet uit het publiek komt. Dus dat ik druk genoeg ben de komende uur. Oké, en jij volgt ook nog een beetje de chatbox. Dus als er inderdaad vragen zijn. Nog even voor degenen die er vorige keer misschien niet bij waren. Er is inderdaad een chatbox. Stel daarin ook je vragen. Let daarbij wel op dat je de vragen richt aan iedereen. Dus aan de panelleden en aan de participants, de attendees. Zodat iedereen ook echt de vragen kan zien. En dan kan ik ze namelijk ook hier goed volgen. Dus volgens mij kunnen we dan nu starten. Wim van der Velde, Wim, zou jij jezelf kunnen introduceren en starten met jouw deel van deze cursus? Ja, goedemiddag allemaal. Ja, mijn naam is Wim van der Velde. Ik heb vele jaren bij Seawave Lifting gewerkt. En daar komen we zo wel op terug, hoor. Dus mijn hele werkzame leven een beetje geweest in de heavy lift met grote kraanschepen. En sinds 30 juni, dus sinds 16 dagen met pensioen. En daar ruik ik van genieten. Waar het niet dat er dit soort dingen allemaal voorbij komen. Maar goed, het is ook leuk, hoor. Nou ben ik geen IT-specialist. Ik ga nu proberen het screen te sharen. Dus ik stel voor dat iedereen even een kopje koffie gaat halen. Zo tegen de tijd dat je dan terug bent, werkt dit wel. We gaan het proberen. Help, Chris, of jij wat ziet. Nou, dit ziet er in ieder geval in de basis goed uit, want je scherm is gedeeld. En nu moet ik hem nog eventjes full screen krijgen. Ja, dat gaat ook wel lukken, denk ik. En dan moet ik hier nog even, volgens mij, hebben jullie nu gewoon een scherm waarop staat CW7 platform installation, ja? Oké, okay, nou dan gaan we. Wim, ga je gang. Dus, nou, nogmaals goedemiddag. Heel kort, ik geloof dat ik een kwartier heb over platforminstallatie. Dat is natuurlijk veel te weinig om daar iets inhoudelijk over te kunnen vertellen. Dus we pakken zo maar een paar leuke elementen. Ik sluit eigenlijk over mezelf. Ik krijg de laatste tijd vrij vaak vragen over Subsea 7, Seaway 7, Seaway Verlichting. Hoe zit dat nu? Nou, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Seaway Verlichting is dat hier ziet staan, gevestigd in Zoetermeer, al sinds 1991. Was een bedrijfje met twee aandeelhouders. Een van die aandeelhouders was Subsea 7. En die heeft een aantal jaar geleden de andere aandeelhouder uitgekocht. En zijn sinds die tijd volledig aandeelhouder van Seawave Lifting. Daarbij hebben ze ook een club in Duitsland gekocht. En die heet tegenwoordig Seaway Offshore Cables. Dat is een kabellegclub. In feite dus een zusje van Seawave Lifting. Dat zit allemaal onder het hoofdstukje Seaway 7. Dat is een brandname. En dat valt dan onder het grotere Subsea 7. Dus zo ingewikkeld is het allemaal niet. Seaway Lifting Zoetermeer bestaat nog steeds en doet exact datgene wat ze in het verleden hebben gedaan en een klein beetje meer. Want ze zijn tegenwoordig ook heel erg actief in de offshore wind en daar komen we zo nog even op terug. Seaway 7 opereert dus nog steeds de kraanschepen die velen van jullie zullen kennen. Er staan er al vier in, al vanaf 1991, op dit moment in Taiwan. En Rasnov. Tegenwoordig Seaway Strasnov, vroeger Olek Strasnov, werkt op dit moment aan een windfarm onder de Engelse kust.
En dan de twee schepen die zich bezighouden met het leggen van kabels offshore. Die worden gerund vanuit het kantoor in Duitsland. De Emery en de Moxie. De Emery is een echte kabellegger en de Moxie is een ondersteunend vaartuig. Even heel kort over de markt. En dan, ja, als je dat gaat googlen, dan kom je dus dit soort slides tegen. En dit is de CapEx forecast voor de komende... voor het komende decennium. Nee, decennia zelfs, want het gaat door tot 2040. Blauw voor olie en gas en wat is het? Een beetje oranje-bruinachtig voor offshore wind. Nou, als je hier naar kijkt, heb ik nog twee scenario's zien. Het SPS-scenario en het SDS-scenario. SPS is in feite, volgens mij staat dat voor, ik moest het ook opzoeken, stated policies. Dus dat is in feite, als overheden doen wat ze gezegd hebben te gaan doen, dan zou je de SPS uitkomst moeten volgen. Die andere staat voor Sustainable Development. En dat is in feite wat er zou gebeuren als mensen zouden doen wat ze in Parijs hebben gezegd te gaan doen. Nou, de waarheid zal wel een beetje in het midden zitten. Maar als je dit soort curves kijkt, dan zie je dus dat de olie en gas in 2018 op dit niveau gespendeerd wordt. En als je naar de toekomst kijkt, dan denk je, nou, dat is niet zo slecht. En als je naar de wind kijkt, dan was het in 2018 dit niveau. En als je dan naar de toekomst kijkt, dan ja, dat gaat ook vooruit. Nou, ik heb geprobeerd om dat een beetje handen en voeten te geven. En ja, wat betekent dat nou voor Rotterdam en omgeving? Nou, als je kijkt naar platforminstallatie, waar we het eigenlijk over zouden hebben vandaag, dan zijn we snel klaar, want de hoeveelheid platforms die vanuit het Rotterdamse geïnstalleerd zullen worden de komende jaren, die kun je makkelijk op de vingers van één hand tellen. En dan kun je zelfs nog een ervaren timmerman zijn, denk ik, en een vinger missen, want het zijn er niet veel. Er worden wel een behoorlijk aantal platforms opgeruimd nog. En die forecasts die lopen ook wel een beetje uit elkaar, maar orde van grootte, als je naar dit grafiekje kijkt, zullen er de komende 10 jaar ongeveer ieder jaar 30 platforms worden opgeruimd in de omgeving van Rotterdam, dus zuidelijke en midden-Noordzee. Probeer de getal even vast te houden, ongeveer 30. Dus vrijwel geen installaties, ongeveer 30 removals. En dan als je kijkt naar de offshore wind, dat gaat richting 2030 naar de 1000 turbines per jaar. Waarbij de fundatie van een turbine wel eens een beetje hetzelfde weegt als de fundatie van een offshore olie- en gasplatform. En die turbine zelf ook aardig in de richting gaat van de topsides van een olie- en gasplatform. Dus qua impact op alles wat met logistiek te maken heeft en fabrikage en ook installatie, is die offshore wind is gigantisch groot ten opzichte van olie en gas. Nou, dan even terug, want waar we het vandaag dan eigenlijk over zouden hebben, dat is hoe installeer je een platform. Nou, Heerema is ooit een keer in Venezuela, Lake Maracaibo, begonnen op deze manier. Met platte bakken en een soort kraanboom erop. Je zou dit een shearlek of een stiflek kunnen noemen. En daarmee werd mee gewerkt en ook heel effectief en goed gewerkt. Nou, in de eind jaren 60 begon de ontwikkeling op de Noordzee te komen. Dit was niet Heerema, dit was Brown & Root. Die hebben het in, geloof ik, 66 een keer geprobeerd, ook met een shearlek in de zuidelijke Noordzee. En dat ging al vrij snel mis. Ja, en waarom ging dat nou mis? Omdat die Noordzee is eigenlijk een hele vervelende zee. Tot op dat moment was er hoofdzakelijk offshore ervaring in gebieden, dus als Lake Maracaibo, heel dicht onder de kust in de Golf van Mexico. Allemaal vrij milde omgevingen. En die Noordzee, ja, dat wil niet zo erg, dat is allemaal vrij ruw. Dit rechte schiefje, dat komt uit een Heerema-brochure, een hele oude Heerema-brochure. Waarbij ze eigenlijk al laten zien, en het is natuurlijk een klein beetje een gekleurd beeld, maar de strekking is gewoon helemaal correct, dat je met een platte bak, zoals dat dus op dat Lake Maracaibo werd gedaan, en dan ben ik mijn cursor even kwijt, even kijken hoor, ja, ik heb hem weer, in de zomermaanden op die Noordzee misschien een dag of 10 per maand kunt werken, en in de wintermaanden kun je het helemaal vergeten, doe je helemaal niets. Dus... meneer Heerema, echt een pionier in onze wereld, die had al vrij snel bedacht dat je dat op een andere manier moest gaan doen. En dat je dus andere type schepen moest gaan gebruiken. Het zij, wat hij noemde een shipshape, dus gewoon een hul van een schip met een boeg en een achtersteven en veel beter bewegingsgedrag dan een platte bak. Of nog beter, met een semi-submersible, de grote SSCV kraanschepen, al bedacht in die tijd.
Omdat je dus met dat eenvoudige equipment gewoon niet echt efficiënt aan het werk kwam op de Noordzee. Nou, dit zijn dan de fotootjes. De Challenger als monohull hier links. En de Bonner Hermod, eigenlijk de eerste generatie semi-submersible kraanschepen. Volgens mij een foto gemaakt tijdens de doop van de Hermod in 1979 bij Veronde. Nou, een andere trend was dus. De eerste trend is dus een verandering een evolutie in scheepvormen. Een andere was, die kranen werden steeds groter, dus ze konden ook steeds grotere stukken installeren. Aanvankelijk ging dat echt piecemeal, dus een platform werd echt opgebouwd uit hele kleine modules. En er werden iedere keer stukjes van een paar honderd ton op een platform gehesen en daarna vastgezet met boutjes en moertjes en kabeltjes. En in de loop der jaren zijn die modules steeds groter geworden. Hier op de linkerfoto zie je dit is niet de Challenger, dit is de Champion van Irma volgens mij. En hier aan de rechterkant de Narwhal van NOC. En dat brengt ons volgens mij bij de eerste vraag. Chris, heb jij die klaarstaan? Ik hoor Chris niet. Even unmuten, inderdaad. Ik heb een poll voorbereid. En als het goed is, zien jullie nu in het beeld verschijnen. Misschien kan ik hem even toelichten. Ja, maar ik kan het niet lezen. Want ik... je ziet er dus op die foto zie je de Narwhal, gebouwd eind jaren 70. Hij behoort dus ook tot de eerste generatie halfafzinkbare kraanschepen, semi-submersible crane vessels. En de vraag is, hij is gebouwd in Japan, dat kan ik gewoon vertellen. Maar welk bedrijf heeft nu opdracht gegeven om dat ding te bouwen? Was dat McDermott, Heerema, NOC of Brown & Root? Ja, oké. Okay. Nou, er wordt inmiddels druk gestemd. Ik zie de resultaten een beetje heen en weer schommelen. Even kijken hoor. 70% zitten we nu ongeveer. Ik ga hem afsluiten. Dan kunnen we eens kijken wat het resultaat is. Nou, als het goed is, zie jij hier ook het resultaat, Wim? Ja, nou, de gemiddelde leeftijd van onze bezoekers moet dus redelijk hoog zijn. Dat is inderdaad, NOC is inderdaad het goede antwoord. Okay. Er heeft dus naast Heerema nog heel kortstondig een ander Nederlands bedrijf in de heavy lift gezeten, NOC. Samenwerking van een aantal civiele en baggerbedrijven. En die hebben in korte tijd een behoorlijk aantal kraanschepen laten bouwen. Nou, ik had hem ook fout, Wim. Dus ik heb in ieder geval sowieso iets geleerd alweer vandaag. Dankjewel. Heel mooi. Nou, die schepen, de Narwhal, die ken je waarschijnlijk wel. Want die is later, na NOC is die bij McDermott terechtgekomen. En via de heren Mac, joint venture, weer onder de heren maar controle gekomen. En jij kent hem waarschijnlijk als DB101. Even kijken hoor. Dus we gingen dus van piecemeal, waar we het nu over hebben, naar steeds grotere modules en uiteindelijk zelfs complete geïntegreerde dekken. En die werden dan recentere jaren geïnstalleerd, hetzij met monohull kraanschepen of met grote semi-submersible kraanschepen. Links de Strasnov als monohull en rechts de Hermod als een semi-submersible. Nou, dan even terug naar vanuit Rotterdam. Als wij nu een platform gaan installeren op het Nederlandse deel van de Noordzee, of het Engelse deel van de Noordzee, maar in ieder geval een klein beetje het zuidelijke gedeelte, maximaal het middengedeelte. Hoe gaat dat dan? Nou, in 99% van de gevallen zal zo'n jacket laag genoeg zijn. Dus de hoogte is dusdanig beperkt dat die verticaal onder die grote kranen past. En dan zet je hem dus verticaal op een transportbak. Als die klein genoeg is, kun je ook nog het dek wat later geïnstalleerd moet worden op diezelfde bak kwijt. En de palen eventueel. Het hele spul wordt naar buiten gebracht. Dat kraanschip vist in één keer dat verticale jacket van die bak af, zoals je op deze foto's kunt zien. En die zet hij dan in het water. Dat kun je dus doen omdat die Noordzee in onze omgeving dusdanig ondiep is dat die jackets laag genoeg zijn om dit te kunnen doen. Als het water nou een klein beetje dieper wordt, dan is je kraan in feite tekort. Nou, dan kun je natuurlijk naar een grotere kraan gaan, maar vaak worden er toch wel andere oplossingen verzocht. Dit is een oplossing die vaak in het Midden-Oosten wordt toegepast. Niet vaak op de Noordzee, omdat, nogmaals, die Noordzee is vrij ruw. Dus bij deze methode wordt er drijfvermogen aan dat jacket gebonden. Er zitten hier drijftanks op dat jacket, zoals je kunt zien. Dan wordt die horizontaal opgepakt, is die wat minder hoog, leg je hem horizontaal in het water. En terwijl die horizontaal in het water drijft, pak je de kop vast en dan draai je hem overeind. Werkt prima in meer mildere gebieden. Op de Noordzee, te ruw, wordt niet vaak gedaan. Dit is dan wel een aantal keren gedaan. Ook hier was de jacket te hoog om verticaal onder de kraan te zetten.
Maar als je vanaf stap 1 via 2 naar 3 enzovoort gaat, dan zie je met een truc verschillende hijsblokken en kraanhaken. Een beetje vieren met de ene en een beetje hijsen met de andere. Eindig je uiteindelijk in een verticaal jacket. Te hoog om verticaal te pakken, maar nog steeds uiteindelijk geïnstalleerd met deze kraan. Nou, als je echt een mooi spul hebt, zoals Herema, dan pak je hem gewoon met twee kranen. Saipan heeft dit ook heel vaak gedaan. En dan draai je hem gewoon met twee kranen overeind. Ik moet een beetje gas geven, zie ik aan mijn tijd. Als die jackets nou nog groter worden, dan passen ze helemaal niet meer onder een kraan. En dan zul je ze moeten lanceren. Dat zijn vaak hele grote jackets, want je ziet op beide foto's de bak nauwelijks terug. Terwijl op die rechter foto, dat is het Bullwinkel jacket, heel groot jacket, is niet op de Noordzee geïnstalleerd, dat was de Golf van Mexico. Daar zit Herema's H851 als bak onder. Misschien hebben sommigen van jullie die bak vorige week of de week daarvoor in Rotterdam zien komen. Hij heeft een aantal jaren, afgelopen 2 of 3 jaar in Vlissingen gelegen. Hij ligt nu volgens mij bij Verholme voor wat onderhoud. En heb je ook gezien hoe groot die bak was. Er zijn diverse foto's op diverse sites voorbij gekomen. En dat is ook direct vraag 2, Chris. Volgens mij vraag 2 om de lengte en breedte van de 851. Ja, die heb ik. Even kijken. Daar komt-ie. Nou, laten we gelijk maar gaan stemmen, want we hebben een beetje tijdgebrek, vrees ik. Oké. Okay. Misschien tijdens de stemming, Wim, er is een vraag binnengekomen van Paul Heikoop, jou wel bekend. Je toont een aantal verschillende installatietechnieken en ook verschillende schepen. Zijn vraag is of er eigenlijk niet gewoon één soort schip is wat overal geschikt voor is. Lastig, denk ik. Omdat de parameters zo ontzettend verschillen. Het is vaak heel lastig om een schip te bouwen wat gewoon overal goed voor is. Niet in de zin van kraanschepen, maar ook wel in combinatie met pijpleg, wordt dat vaak wel het Swiss Army Knife genoemd. Waarbij de standaard opmerking altijd is, als je echt goed wil snijden, dan pak je geen zakmes met allerlei kurkentrekkers en rotzooi erop. Dan pak je een goed keukenmes. En als je een mooie fles wijn hebt, dan neem je geen Zwitser zakmes, maar een goede kurkentrekker. Combineren is vaak heel moeilijk. Nou, de 851 hebben heel veel mensen goed, want dat is inderdaad goed. Die is 260 meter lang en 63 meter breed. En dat had je kunnen weten, want dat ding heet niet voor niks H851. Dat is gewoon 851 voet. En als je dat netjes terugrekent, kom je op die 260 meter. Gelijk door. We gaan snel door, want we hebben haast. Als de jacket er eenmaal in staat, dan moeten er nog palen in. Want de jacket moet met de zeebodem verbonden worden. Nou, een standaard platformpaaltje heeft ongeveer deze afmetingen, zoals je die op deze foto ziet. En dan moeten die palen door het jacket heen in de zeebodem worden gehaald. Dat zijn soms paaltjes zoals je die op die vorige slide zag. Soms zijn ze wat groter. Dit zijn voor een platform, op deze foto, al behoorlijk grote palen. Hoor. Dit zijn palen van meer dan 400 ton. En als ik me goed herinner waren deze 102 inch. En dat is zeg maar ruim 2,5 meter diameter. En dat is voor een platform al een hele stevige. 72 inch of 84 inch. Dat zijn een beetje standaardmaten. Dan kom ik bij een filmpje. En we moeten een paar dingen overslaan gezien de tijd, denk ik. Maar dat filmpje wilde ik toch wel graag even laten zien. Want dat haakt heel erg in op datgene wat Sven en ook Paul vorige week of 2 weken geleden hebben verteld. En laat zien hoe belangrijk dat grondonderzoek is. Want normaal gesproken wordt die paal wordt in dat jacket gezet. En wordt dan weggeheid. En die wordt geheid van het begin tot het eind. Het zou kunnen zijn dat je in dat grondonderzoek een foutje maakt. En dan schiet hij naar je stukje door. En dan krijg je dit soort effecten. Misschien wel goed om even te benoemen. Het filmpje is wat schokkerig, maar dat is die ook van oorsprong, Wim. Dus dat heeft niks met met de verbinding te maken. Ja, toch praat ik er even niet doorheen, want ik heb een hele slechte internetverbinding. Prima. Zet ik hem even stil. Dus wat je hier zag is een paal van 450 ton die in vrije val naar beneden gaat. En uiteindelijk in dit geval blijft hangen op een harde laag. Voor dit specifieke project was dit zo bedoeld. Dus hier hebben we echt gebruik gemaakt van dat grondonderzoek. Maar als dit dus ongewacht gebeurt, dan eindig je dus met een situatie waar die paal helemaal verdwenen kan zijn. Dat is in Mexico regelmatig voorgekomen.
En ook in een situatie waarbij die heihamer, die ook meer dan 100 ton weegt, plotseling in je kraan valt. En dat gaat ook niet zonder problemen. Nou, dan staat het jacket en de palen staan erin. Dan gaan die topsides erop, dat hebben we net al gezien. Dus tegenwoordig gaat dat met hele grote stukken in één keer. Die topsides die worden opgepakt met stroppen. Dat zijn tot nu toe meestal stalen stroppen. En daar heb ik even apart een slide voor gemaakt. Want ik denk dat we daar best trots op mogen zijn. Die expertise zit heel erg in onze regio. De middelste foto is gemaakt bij United Offshore Services in de Moerdijk. Bestaat ook al ongeveer 30 jaar. Maar de expertise is nog veel ouder. Die komt bij de oude Verto-fabriek vandaan. De foto rechts is van Franklin in de Heijse haven op de Heijplaat. Ik zocht ook nog een foto van Hendrik Veder, want die hoort hier zeker ook bij. Alleen ik kon niet echt een leuke foto van Hendrik Veder vinden. Maar goed, ze moeten hier zeker genoemd worden. Ontzettend veel kennis in een hele klein stukje van de wereld. Over een apparaat of een werktuig, of hoe je het moet noemen. Wat werkelijk over de hele wereld wordt gebruikt. Maar als mensen vragen hebben, dan komen ze uiteindelijk in Rotterdam terecht. De laatste 2 jaar of zo is er een trend om dit staal te gaan vervangen door kunststoffen, die NEMA met name. Omdat het gewoon een stuk lichter is. Maar als je door Rotterdam rijdt, dan kun je op diverse plaatsen kun je dit soort hele grote stroppen vinden. Soms wordt dat installeren gedaan op DP. Dus dat maakt huistechnisch niet veel uit, maar het kraanschip wordt niet meer aan de zeebodem verbonden met ankers. Maar ligt, wordt door zijn schroeven op zijn plek gehouden. Als het allemaal nog zwaarder wordt, ja, dan gaat het niet meer met kraanschepen en dan kun je er een zogenaamde vloot over gebruiken. Hier staat een hele zware topside, het is iets tegen de 14.000 ton, wordt op een bak gezet en dan wordt die eigenlijk op het jacket geballast. Is op de Noordzee nauwelijks gedaan, deze foto is denk ik van 2015. En waarom doe je dat niet op de Noordzee? Weer om dezelfde reden. De ijs er gewoon te ruw voor. Dus in andere delen van de wereld best wel frequent gedaan op deze manier. Hier zul je dat niet vaak zien. Die waterinstallatie. Nou, Jan die gaat straks een leuk verhaal vertellen over hoe ziet die hele onderwateromgeving er nou uit in de olie en gas. Maar ja, voordat je die situatie hebt die Jan gaat beschrijven, dan moet je dat ook nog installeren natuurlijk. Nou, hoe wordt dat gedaan? Even woorden daarover. De meest elementaire manier is bijna alle grote kraanschepen, je kan wel zeggen alle grote kraanschepen gebruiken dit soort hijsblokken met heel veel schijven. Nou, een heel eenvoudige manier is natuurlijk gewoon een paar schijven overslaan. Daarmee wordt je bereik van je haak veel groter. Je krijgt veel meer dieptebereik. Alleen je capaciteit gaat naar beneden. Dus in dit geval is het de Seaway Strasnov heeft 56 porten, 28 schijven. Neem je de helft, dan heb je nog steeds 2500 ton, maar een dubbel dieptebereik. En neem je 6 schijven, ongeveer 10%, kun je altijd nog 500 ton installeren. Dan kun je wel 10 keer zo diep komen als normaal gesproken. En dan zit je toch wel op een paar honderd meter. Nou, dat is één manier. Een andere manier is allerlei fancy lieren installeren. We hebben allerlei bedrijven in onze omgeving, zoals Huisman, Justo. Die er heel erg goed in zijn om dit te bedenken en te ontwerpen. Dan sla ik de volgende animatie over. Dat zou een derde manier zijn om zware pakketten onder water te installeren. Maar ik heb beloofd dat ik maar een tijd zou houden. En ik zit al over de tijd heen. Dus deze slaan we even over. En dan 3 of 4 slides even over de offshore wind. Want in eerste indruk lijkt die offshore wind technisch gezien, operationeel gezien, heel erg op olie en gas. En dat is ook zo. Maar toch zijn er een aantal significante verschillen. En een van die verschillen wil ik hier even noemen, omdat je daar toch heel erg weer het Rotterdamse terug ziet komen. Daarvoor hebben we wel even deze slide nodig. De meeste windmolens die in onze directe omgeving worden geïnstalleerd, die staan op zogenaamde monopalen. Dat zijn grote palen die in de zeebodem worden geheid. Dan komt er een tussenstukje op, een transition piece, en dan wordt de molen erop gezet. Dit zijn dus de palen die je bij SIF op de Maasvlakte ziet liggen. Wordt het wat dieper? Dan wordt er een jacket gebruikt, dus dat onder de Engelse Oostkust bijvoorbeeld, alle windparken die daar worden geïnstalleerd op dit moment, of al zijn geïnstalleerd in de afgelopen jaren, die staan op jackets. En wordt het nog dieper, dan zul je een drijvende fundatie moeten gebruiken. Zie je niet veel op de Noordzee. Er zullen er een aantal gaan verschijnen rond Schotland. Maar in andere gebieden van de wereld zullen er zeker heel veel windparken komen met drijvende fundaties. Zijn er nog niet trouwens.
Nou, hoe gaat dat dan met die monopalen? Die worden over het algemeen door het kraanschip ergens in de haven opgehaald. Die worden in zo'n oranje of rood geschilderd, in dit geval upend frame neergelegd. Daarin worden ze overeind gedraaid. Dan hebben bijna al die installatieschepen dezelfde methode, want die hebben een soort klem aan de zijkant van het schip zitten. Kijk, kan ik die laten zien? Ik ben weer mijn cursor kwijt, maar dat is die grijze klem die, ja, ik heb hem hier. Die grijze klem die naast dat rode frame zit. Dus als die paal eenmaal verticaal is, wordt hij daarmee even vastgehouden en dan wordt hij de zeebodem ingeslagen met die haaihamer die je hier aan boord ziet staan. Of op die andere close-up foto van dichtbij ziet. Nou, een wezenlijk verschil tussen die palen van een olie- en gasplatform en een monopaal voor die wind is het diameter. Dat wil zeggen, 2,62 of zo voor een platform is al een hele grote paal. Die monopaal in de wind, aan de onderkant gaan die dingen de komende jaren richting de 10 meter. En aan de bovenkant waar die hamer erop staat is dat al gauw een meter of 7, 8. Dus dat is eigenlijk best wel een issue. Deze sla ik even over. Een tweede issue is het feit dat er heel veel aandacht is gekomen de afgelopen jaren voor het geluid dat die hamers produceren. Daarvoor worden er een aantal methodes gebruikt om dat geluid een beetje te dempen. Hier op deze luchtfoto zie je dat er om het constructieschip een bellenscherm is neergelegd om het geluid van het heien wat te dempen. Op die andere foto zie je een soort kofferdam die onder de monopaal wordt gezet. Weer om het geluid te dempen. Maar het blijft een beetje plat gezegd klooien om eigenlijk een principieel probleem wat weg te nemen. Het probleem is er nog steeds. Er wordt een gigantische klap gegeven en dat produceert heel veel geluid. Nou, daarom zijn er allerlei partijen bezig om daar andere methodes te bedenken om zo'n paal in de zeebodem te krijgen. Links zie je een paal die met grote vibratoren de zeebodem ingetrild wordt. In het midden zie je blue piling met een hamer, in feite een tank gevuld met water, waarbij er een explosie wordt gecreëerd. En op die manier proberen ze die paal in de bodem te krijgen. Eerste poging is een beetje mislukt, maar ik twijfel er niet aan dat de jongens de problemen die ze op dit moment hebben uiteindelijk wel oplossen. En dat dit in principe een hele goede methode is om een paal te installeren. En rechts zie je GBM die daar weer een andere methode voor verzonnen heeft. Heeft dus ook helemaal niets met een impacthamer te maken. En ik vind ook wel dat we hier even moeten zeggen, ik vind het geweldig dat het Rotterdamse havenbedrijf dit soort partijen steunt. En testen op de Maasvlakte mogelijk maakt om dit soort ontwikkelingen erin te krijgen. Daar profiteren we allemaal van. En als het echt gaat werken, dan zul je dat over de hele wereld terugzien. En volgens mij ben ik er zo doorheen en heb ik er toch nog 9 minuten te lang over gedaan, Chris. Ja, nou, het wordt je vergeven. Ik heb een mooie bericht ook uit de chatbox. Of misschien een keer wat langer kunnen inzetten voor de groep. Dit is inderdaad een crash course. En ik zal even kijken, jouw schermdeling uitzetten. Dus misschien moeten we ooit gewoon eens een keer een masterclass gaan maken. En dan gaan we hier gewoon eens een keer wat dieper in. Dus Wim, dankjewel daarvoor. Er zijn inmiddels ook best wel wat vragen gesteld. En die zijn ook alweer beantwoord in de chatbox. Dus dank Joost en anderen die dat hebben opgepakt. Dank Wim ook voor het boeiende verhaal. Ik heb zelf ook allerlei vragen, maar goed, ik denk dat we die misschien even moeten uitzetten tot na deze presentaties van Jan en van Ron. Dus dank Wim. En dan gaan we nu door naar Jan. Jan, kan je jezelf even voorstellen en vertellen wat je ons wilt delen? Ja, nou goed, ik werk ongeveer even lang als Wim in de industrie. Ik heb ruim 30 jaar bij Herema gewerkt in allerlei functies. Gericht op innovatie, design, ontwikkelen van kennis en kunde op het gebied van subsidie. Toen Herema besloot in ongeveer 2000 om ook in die subsidiewereld wat te gaan betekenen. Daar heb ik veel van geleerd. Dat zit dan ook in die slides natuurlijk verwerkt. Ik heb een aantal jaren voor Herema in Brazilië sales gedaan voor dit onderwerp. Om dat prachtige product van pijpen leggen en zo te kopen aan Petrobras. En de laatste 3 jaar heb ik gewerkt ook vooral in Brazilië. Voor Airborne Oil and Gas. Dus een innovatief bedrijf uit IJmuiden die high-performance composite pijpleidingen maakt voor de industrie. Ik ga nu mijn presentatie delen. Als het goed is, kan je je scherm delen, inderdaad, Jan. Okido. Scherm delen is gelukt. Goed, nou dan heb ik ongeveer 8 minuten om het te vertellen. Dat is
Bedankt Wim. Oké, definitie van subsea-infrastructuur is eigenlijk heel simpel. Alles wat op de zeebodem ligt. Ten behoeve van de olie- en gasproductie en het injecteren van olie en gas. En water en gas. En uiteindelijk om dat product naar boven te brengen met een verticale infrastructuur naar een drijvend productieeenheid. Dat is ruwweg waar ik het over wil hebben. De agenda is, ik wil toch even beginnen met een aantal bedrijven te noemen in Nederland die hierbij betrokken zijn en vaak ook marktleidend zijn. Daarna kort subsea-infrastructuur, waarom we het überhaupt doen. En ook iets vertellen over flowlines. Er zijn een aantal keuzes in te maken. En heel kort iets over risers. Dat is dat verticale deel tussen wat op de bodem ligt. En uiteindelijk moeten de spullen naar boven, naar een productieeenheid. Die Hollandse bedrijven die ik even wil noemen is op het ontwerpgebied. Vind ik toch interessant om in Intexie en Delft te noemen. Die zijn marktleider op het gebied van het vooral ontwerpen van grote diameter lange afstandspijpleidingen. Zoals Nord Stream en South Stream en dat soort zeer uitdagende projecten. Het is onderdeel van een groter bedrijf in de wereld, maar het Delftse kantoor doet zeker mee. Op equipmentgebied wil ik nog even uiteraard Huisman noemen, die erg sterk is in het ontwerpen van pijprechtsystemen. En Mokveld in Gouda, die subsea-valves maakt voor complexe apparatuur op de zeebodem. Bluewater is sterk op systeemgebied met zijn FPSO's. Flowlines, uiteraard Airborne, waar ik het net over had. Composiete pijpleidingen hebben een aantal voordelen die door de industrie worden gekend en ook wordt gebruikt. En Allseas uiteraard als marktleider op het gebied van het zeer efficiënt leggen van grote diameter pijpleidingen. En last but not least, Herema, weliswaar gestopt met turnkey projecten op het gebied van subsea, maar nog wel betrokken bij het installeren van risers. Nou, dan maar even dieper in. Dit is een typical voorbeeld van een veldontwikkeling in Angola. Er zijn er een aantal van ontwikkeld door een aantal bedrijven als Exxon en door Total. Dit is dan Total Klof, CLOV, dat zijn vier letters voor vier olievelden die op die manier bij elkaar verbonden worden met verschillende putsystemen die uiteindelijk naar dat drijvende productieplatform, een FPSO, worden gebracht die hier ligt. Dat is eigendom van Total, dat is een heel grote FPSO, waar de vuile olie, water en gasstroom worden gesepareerd. En het water gaat weer naar beneden het veld in. En olie wordt uiteindelijk geshutteld via een OLT, dat is een boei, naar een shutteltanker die eens in de week of zo langskomt om de olie op te halen die opgeslagen is in het schip. De infrastructuur die op die zeebodem ligt, daar gaat het eigenlijk om, dit verhaal. En als je dat zo ziet, is het best complex. Het wordt nog complexer als ik het de volgende slide laat zien. Dit is hetzelfde veld, maar dan met een helikopterview. De onderdelen die ik heel kort wil noemen is, wat is productie? Nou, productie zijn de putten, dat is groen hier. Dat zijn de putten die geboord zijn voor het produceren vanuit het reservoir. Dat is groen. Blauw is het weer opnieuw injecteren van water om het veld onder druk te houden. Maar ook om de olie naar de putten toe te duwen. Dat, de logica en de plaats van die putten, daar is natuurlijk goed over nagedacht. Wells control, dat zijn de umbilicals waar de elektronica in zit en de glasvezel, bediening van al die putten en dus op een goede manier te kunnen dichtdoen, zit hydraulica in, daar kom ik ook straks heel even op terug. Processing vindt dan plaats aan boord van de FPSO, die met mooring lines vast ligt op het veld. Dit is ongeveer, ik meen, 1500 meter waterdiepte, dus niet idioot diep, we gaan nog veel dieper, daar kom ik ook straks even op terug. Zo'n FPSO is een duur object, enige miljarden ben je zo kwijt. En uiteindelijk wordt er ook gas geproduceerd in dit soort velden, waarbij met de olie ook gas meekomt. Het gas wordt niet gereïnjecteerd in het veld, wat soms wel gebeurt. Hier hebben ze blijkbaar toch een afnemer in Angola gevonden. En wordt met deze rode lijn wordt het gas, na schoongemaakt te zijn, aan boord van die FPSO naar land gestuurd. Ik had daar een vraag over, Chris. Ja, even kijken welke vraag was dat. Ik denk Was die vraag over wat zo'n veldontwikkeling ongeveer kost. Het gaat vooral om
Het is wat ik SURF noem, dat is subsea, umbilical, riser en flowlines. Dus alle pijpjes die op de zeebodem liggen. En de kabelconstructie voor het injecteren van hydraulica en chemicaliën. En bediening van de putten. Dat is een aparte scope. Ik praat dus niet over de putten zelf. De Christmas tree, daar kom ik zo wel even op. Wat zou het kosten in dit geval voor zo'n 25 putten waar zo'n veld uit bestaat? Zowel injectieputten als productieputten, maar dan alleen maar wat op de zeebodem echt ligt. Het ziet er heel complex uit, dus het moet wel echt megabedragen zijn. Nou ja, je hebt alleen maar keuze uit megabedragen in deze poll. Dus de meesten hebben gereageerd. Jan, dus we gaan even kijken wat de resultaten zijn. Share results. Nou, de meeste zitten in de goede richting. We hebben natuurlijk zelf dit project ook aangeboden in de tijd. En dit is ongeveer een bedrag waar je moet denken. Waarschijnlijk, omdat hier veel meer putten is, worden gebruikt. Van gemiddeld misschien ietsje meer, maar dit is ongeveer waar je aan moet denken. Het is maar een onderdeeltje van de totale scope van zo'n veld. De FPSO is duur, de putten zijn duur en het boren van de put is ook ontzettend duur. Dus, en dan toch is het aantrekkelijk en dat is ook grappiger aan dit soort velden. Voor de hoge productie is er nog steeds interesse, ook in deze harde tijden van oliemaatschappijen, om in dit soort velden te investeren. Oké. Interessant. Wat is deep? Nou ja, je zag er net die prachtige foto bij Wim van de launch van de Boelwinkel Jacket in 88, waar toen speciaal die mooie 851 bak voor gebouwd is. Nou ja, je ziet hoe dat helemaal wegvalt ten opzichte van de waterdieptes waar we tegenwoordig over praten. De makkelijke velden zijn gevonden in de Noordzee en shallow water in around the globe. En de trend is al sinds enige jaren naar diep water. Ondanks het feit dat het duur is, is het toch aantrekkelijk. En je ziet bijvoorbeeld ook nu hier Lula, dat is een Braziliaans veld van Shell. Dit is een Shell-rijtje van ontwikkelingen. Hoe belangrijk Shell ook eigenlijk is, ook vanuit Nederland, in het ontwikkelen van dit soort high-tech oplossingen. In Brazilië is er een enorme run op dit soort velden, ondanks de moeilijke tijden. Domweg omdat de productie van dit soort velden relatief goedkoop is. Dat, je zou het misschien niet zeggen, maar het is wel degelijk zo. Het gekke is dat oliemaatschappijen het liefst natuurlijk hun putten boven water hebben. Een put die hier boven uitsteekt is makkelijk te bereiken, goedkoop om te kopen, zo'n Christmas tree. Maintenance is makkelijk, installaties met een jack-up is makkelijk. Maar ja, dan praat je over dit soort waterdieptes. En als je hier zit, ontkom je er gewoon niet aan om naar beneden te gaan. Nou, hoe ziet zo'n put eruit voor subsea-applicaties? Hier ligt er eentje, die worden verbonden met pijpleidingen naar boven, waar we het net over hadden. Dit zijn de aantallen waar je het over hebt, van dit soort dure Christmas trees. Een paar jaar geleden was het natuurlijk een house in 13, toen was de olieprijs aantrekkelijk. 500 per jaar werden van dit soort apparaten gekocht, van Aker, van Techniek, van een aantal andere grote leveranciers. Daarna hadden we natuurlijk de klap naar beneden. En je ziet nu in de laatste jaren weer een toename van het aantal putten die hier gekocht worden voor Christmas trees. En de trend is ongetwijfeld voor dit jaar niet goed. Dat twijfel ik niet aan. Maar de jaren daarna zal het zeker toenemen. Dat komt met name door gebieden in Brazilië, waar zeer aantrekkelijke velden nu worden ontwikkeld die allemaal subsea zijn. Daar hadden we een vraag over, hè? Eens even kijken, de Christmas tree. Ja, daar komt hij. Ik praat dan over zo'n complex ding. Wat zou nou zo'n apparaat kosten om even in Noorwegen te laten bouwen? En dan te verschepen naar Brazilië om daar te installeren? Ook dit zijn weer enorme bedragen, Jan. Ja. Ze moeten al flink geïnvesteerd worden voordat er überhaupt geld verdiend wordt. Dat is echt. Ja, dat is verbijsterend. Maar vaak dit soort velden verdienen hun geld vaak in de eerste 2 jaar weer terug. 2 jaar, oké. Okay. Ja, dat gaat heel hard. Nou, heel veel reacties inmiddels. Ik ga me lanceren. Gaan we even kijken of ze een beetje in de buurt komen, onze kijkers. Nou, 20 miljoen is wel een beetje een getal waar je aan moet denken. Misschien dat tegenwoordig door de harde tijden het iets goedkoper is, maar dat is ruwweg een prijs waar je aan moet denken. Ja, 20 miljoen onderhandel je niet uit, denk ik. Dat verschil. Nee, dat wordt lastig. Ja, nee. Dus het is iets minder erg dan het lijkt. Maar goed, als je 30 van die Christmas trees moet kopen, praat je toch over 600 miljoen. Nou, dat is natuurlijk niet het enige wat je nodig hebt. Je hebt ook verzamelobjecten nodig, dat worden manifolds genoemd, waarbij putten hun stromen van gas en olie en water worden verzameld en daarna doorgestuurd worden naar
die productieeenheid die daarboven dobbert, 2 kilometer daarboven. Ook dit soort objecten zijn uitermate kostbaar. Dit zijn complete kleine fabrieken die op de zeebodem worden neergezet. Nou, dit is de Noordzee shallow water. Hè. Voor de kust van Nederland en Engeland is de Noordzee relatief ondiep. Dit is misschien iets van in de orde van 100 meter, Central North Sea. Ooit ontwikkeld met dit soort complexen. Een jacket op de zeebodem, boren door een jacket heen met een jack-up die er bovenuit steekt. Relatief goedkoop met de Christmas trees daarin. Later, toen de productie van dit soort velden wat terugviel, wilde men toch graag gebruik maken van die investeringen. En werden er toch vaak in de buurt nieuwe velden gevonden die te klein waren om centraal te ontwikkelen. En dan werd er een tieback gemaakt, zoals het dan heet. En werd de productie naar dit soort bestaande velden teruggebracht. Dus ook in de Noordzee vind je best wel hier en daar, zeker in de wat oudere velden, toevoegingen in de subsea-sfeer. Terwijl het eigenlijk door de waterdiepte misschien niet per se nodig is, maar gewoon als onderdeel van een businessmodel. Noordzee is ook diep, dat zou je misschien niet zeggen, maar als je wat noordelijker gaat, ga je al heel gauw richting de 1 à 2 kilometer waterdiepte. Dat is boven de kust van Noorwegen. En Noorwegen is druk bezig om te investeren in die gebieden, onder andere de Barentszee, maar vooral ook hier, voor de kust van Midden-Noorwegen, is recent de Aasta Hansteen geïnstalleerd. Dat is een spaarboei-productie-eenheid, die goede karakteristieken heeft voor dit soort ruwe, zeer ruwe zee, en waar ook een groot deel van de productie op de zeebodem wordt gehouden. Dus Statoil, en tegenwoordig heet het dan Equinor, is een grote voorstander van wat ze dan de subsea factory noemen. Dus zoveel mogelijk ook het scheiden van stromen op de zeebodem te doen. En zo min mogelijk boven water te laten uitsteken. Even als laatste dan Golf van Mexico is een typical voorbeeld als het naar heel diep water gaat. Dit is van Shell van een paar jaar geleden. Ik geloof dat het sinds 2016 onstream is. Ook complete fabriek op de zeebodem met veel separatie die daar, waar Shell echt een voorstander ook van en ook een kartrekker. Maar goed, zoals jullie wel weten, in de Golf van Mexico kun je wel eens een flinke hurricane hebben. En men is daar toch benauwd voor om zo'n hurricane aan te pakken terwijl het schip daar in zijn mooringpatroon ligt. Dus als je een FPSO gebruikt, wat dit dus ook is voor Shell, hè, hier heb je hem ook. Moet je zo ontwerpen dat je weg kan. Dus als de hurricane toeslaat, dan klik je de boei los. Want hij ligt aan een boei. Hier, of een turret zoals het dan heet. En die zakt dan naar voldoende diepte om veilig te worden gehouden tijdens de hurricane. Schip gaat de haven in en komt later weer terug. Dit soort dingen is typisch Shell. Waarom zou je het makkelijk doen als het moeilijk kan? En dan krijg je dit soort eigenlijk wel hele mooie oplossingen. Nou, de productie van stones is 50.000 barrels per dag totaal. Dat is leuk, dat is mooi. En daar verdienen ze het schip echt wel een keer mee terug. Maar één put in het zuidelijke deel van de Santos Basin in Brazilië, ten zuiden van Rio. Er zijn veel putten nu die al produceren met 50.000 barrels per put. Dat schetst ook de reden waarom Shell en Exxon en BP en Equinor enorm investeren In Brazilië. Het is een zeer aantrekkelijk gebied. Nou, je hebt natuurlijk ook flowlines nodig. Nou, die zijn, als het even kan, van staal. Dat is goedkoop. Maar goed, die hebben ook een voor- en nadelen. Dit is een voorbeeld van een aantal pijpen zoals door Subsea 7 zijn gebruikt. Een stalen pijp kun je gebruiken in een stalen pijp om de olie warm te houden. Dat isoleert goed. Dat kun je ook doen met een dikke laag polypropyleen. Of op andere manier. Je kan het zelfs elektrisch verhitten. Er zijn allerlei technieken te bedenken om dat goed te doen. Je moet het ook installeren natuurlijk. Nou, stalen pijpen worden al sinds jaar en dag geïnstalleerd met het SLA-systeem. Zoals je hier ziet, dit is een schip van Allseas. Allseas is daar absoluut marktleider in met deze technologie. Dat ze dat met op DP doen, op Dynamic Positioning, en niet met ankers zoals vroeger gebruikelijk. Dus kunnen dat heel snel doen. En waarbij het schip horizontaal wordt geproduceerd, of de pijp wordt horizontaal geproduceerd met een aantal werkstations, met een tensioner wordt die vastgehouden, dat je hem niet kwijtraakt en gaat met een stinger zoals het heet, zo'n kromme constructie, het rollertje gaat naar beneden, als je er maar hard genoeg aan trekt, het schip met DP of met ankers, dan hou je een mooie S-vorm, zoals hier, waardoor die hier en daar bij de segband en de overband niet wordt overbelast.
En dat is wel een hele mooie slide. Maar goed, voor zeer diep water is dat wel meer uitdagend. En dan komen er soms andere technieken naar voren, zoals JLA, waarbij je verticale stukken aan elkaar lost. Een wat langzamere methode, maar zeer geschikt voor zeer diep water. Heerema heeft daar jarenlang zijn geld mee verdiend op dit gebied. Alternatief voor kleinere diameter pijpen. Er was net een vraag over de Subsea 7 Vega die nu wordt gebouwd. De Vega wordt ontworpen en gebouwd door IAC. Dat is een prachtig ontwerp overigens. Met een zeer simpele leemethode van een zeer grote diameter riel. Dus hoe groter de riel is. Ik meen dat die voor de Vega 21 meter is. Dan kun je daar toch al gauw 18 inch pijpen op riel. Die worden plastisch vervormd en enige kilometers op die spoel gedraaid. En bij installatie op locatie wordt die weer afgespoeld en wordt rechtgebogen in de toren. En gaat zo naar de zeebodem. Ook zeer geschikt voor flowline systemen in zeer diep water. Alternatief is uiteraard flexible flowlines. Nou, dit is een ontwerp, als je dat ziet denk je van, je moet het vooral niet doen, erg duur. Toch is er een reden voor om het te gebruiken. Het geeft een layout flexibility. Als je soms op het laatste moment pas beslist waar je put terechtkomt in een veld, en dan vooral Brazilië heeft met er een handje van, dan kun je op het laatste moment nog je flexible pijp ietsje anders leggen. Met name daar wordt het ook als een commodity gebruikt. Er worden van tevoren al grote stukken besteld bij de leveranciers. Die liggen al klaar op de kade voor gebruik. Ook vanwege de flexibele logistiek in het systeem. Het is reusable tot op zekere hoogte. En de installatie van deze pijpen is met een flexleefvessel iets goedkoper dan voor stalen pijpen. Het is natuurlijk ook een disadvantage. Het is natuurlijk een complex design. Als je het ziet, is het verdomd lastig om technisch te begrijpen. En er zit ontzettend veel expertise bij de leveranciers om dat toch in te schatten. Het is duur per strekkende meter. Er zijn wat corrosion issues geweest recent in Brazilië met CO2. En het is toch gelimiteerd in diameter en waterdiepte. Nou, even als allerlaatste, umbilicals. Dat is het meterregelsysteem van dit soort velden. Er zit het injectiesysteem in voor antivries, om de pijpen te laten blijven stromen, ondanks hydraten en dat soort zaken. Hydraulica voor het bedienen van hydraulische kleppen, elektrisch bediende zaken. Er zitten ook glasvezelmeetsystemen in. Dit gaat naar beneden, dit hangt ook weer aan dat productieschip als een reiziger. En gaat met verdeelsystemen naar de putten toe. Dit is mijn laatste slide, gaat over reizigers. Reizers moet je uiteindelijk toch gebruiken om van 2-3 kilometer diepte naar boven te komen. En dat is niet makkelijk soms. Met staal zo, in deze catenary vorm zoals het dan heet, is natuurlijk de goedkoopste methode, maar vermoeiingstechnisch erg lastig. En soms worden er om allerlei redenen ook verticale reizersystemen gebruikt die vastgeakkerd zijn aan de zeebodem. Met een drijflichaam net onder de wateroppervlak worden gestopt en dan met een flexibele pijp naar het productieschip gaan. Dit is een voorbeeld van zo'n veld in Angola, geïnstalleerd door Heerema. Een jaar of 12 geleden, waarbij 6 van dit soort torensystemen gebruikt zijn om de stromen van olie, gas en water te bedienen. Dit is in het kort wat je zo al tegenkomt bij een subsea-veldontwikkeling. Oké, nou ik vind nog dat je knap hebt gedaan hoor, in 20 minuten. Dankjewel Jan. Nou goed, ja, ik vind het echt ongelooflijk hoe complex het allemaal uitziet, ook wat voor bedragen hierin omgaat. Er zijn wel wat vragen ook al gesteld inmiddels, Jan. Die zijn ook weer beantwoord door de andere kijkers. Dus dat is leuk om te zien hoe dat wordt opgepakt. Ja, ik heb zelf nog wel één vraag. Ja, weet je, hoe werkt dat, Jan? Als het ligt, dan ligt het. Of is dat onderhoudsgevoelig? Moet dat vervangen worden? Hoe gaat dat? In principe worden dit soort systemen ontworpen voor 25 jaar. Ook qua corrosie en dat soort zaken. Dat is heel erg bepalend voor het soort pijpmateriaal wat je gebruikt. En ook de drukken die kunnen optreden worden netjes verwerkt in het ontwerp. Tegenwoordig worden drukken van 1200 bar zelfs overwogen. Dus dat gaat allemaal wel goed. Ik denk dat het onderhoud plaatsvindt met inspectiesystemen, met pigs die door die systemen heen worden gejaagd. En dan worden wanddiktes gemeten en dat soort dingen. Ik denk dat de kosten toch vooral zitten in het onderhoud en van de FPSO zelf. Ja. Dit soort velden worden ontworpen echt voor langere tijd.
En over het algemeen, even los van de problemen die recent zijn gebeurd in Brazilië, wat ik net zei, door CO2. Er wordt heel veel CO2 geproduceerd in die velden, een van de weinige nadelen. En dat is dan super kritisch en die combinatie geeft corrosieproblemen. En dan moeten pijpleidingen, in dit geval flexibles, vervangen worden. En dat is natuurlijk iets wat je absoluut wil vermijden, dus uitermate duur. Dus uitgevoerd in staal, zoals dit, gaat lang mee. 25 jaar wat je noemde, ja. Oké. Okay. Dat is wel gebruikelijk, de ontwerptijd voor dit soort velden. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nou, dankjewel Jan. Ook hier leven weer allerlei vragen, maar ik denk dat we ook gezien de tijd even doorgaan. Misschien dat we na de hele sessie nog een vragenrondje doen. Super. Dan gaan we nu door naar Ron. Ron, ben je aanwezig? Ik ben er. Ja, oké. Okay. Offshore support, dat is jouw tak van sport. Offshore support is mijn tak van sport. Vertel alles over. Dat doe ik al heel wat jaren. Nou, voor de deelnemers, Ron van der Laan. Ik ben operationeel directeur bij Peterson. En wij verzorgen offshore support voor de zuidelijke Noordzee aan de Nederlandse kant. We doen dat ook elders op de wereld. Ik ga mijn scherm delen. Oké. Okay. En het delen is gelukt. Nog starten. Als het super goed is, is het nu gestart. Helemaal top. Ga je gang. En dan zien jullie hier niet Rotterdam. Ik zag wel dat er één deelnemer was die dit vast herkent, want die komt uit Den Helder. En dit is onze supply base in Den Helder. Maar om toch de link met Rotterdam te leggen. Wij zijn Peterson en Control Union. We zijn geboren in Rotterdam in 1920. We bestaan dus 100 jaar dit jaar. En we zijn nog steeds, het hoofdkantoor zit in Rotterdam. Het is nog steeds een familiebedrijf, maar inmiddels wel uitgegroeid tot 5000 man in 80 landen. En sinds 1968 begeven wij ons in de offshore, met name de offshore logistiek. En dat doen we vanuit de UK, Shetland, Aberdeen, Heysham, Yarmouth, Lowestoft. Vanuit Nederland, Den Helder en Muiden. Maar we doen dat ook vanuit Trinidad en Tobago. We doen dat vanuit Houston. En we doen ook onder andere een heel groot project op dit moment voor gedeelde scheepscapaciteit in Qatar vanuit Doha. Dus al met al 45 jaar experience in de olie- en gasindustrie. Dus ik zie er nog best wel jong uit. Nou, waar begint dat dan? Offshore logistiek begint heel simpel. En ik zal even kijken hier. In verschillende warehouses van leveranciers. Of in ons eigen warehouse in Den Helder. Waar we voor een aantal oliemaatschappijen de pakjes verzamelen. Dat zorgen dat dat in containers komt. Uiteindelijk gaat het met een vrachtwagen naar de kade. En gaat met een boot naar een offshore locatie. En ik concentreer me vandaag op dat marine deel, omdat dat wat mij betreft ook het meest interessante deel is, want de rest is eigenlijk gewoon het DHL pakjes bezorgen, om het een beetje oneerbiedig te zeggen. Nou, waar doen we dat dan? We doen dat in Den Helder, in een one-stop shop. En waarom in Den Helder? Dat is een keus geweest. De meeste velden in het Nederlands deel van de zuidelijke Noordzee, die liggen ten noorden van Nederland. Nou, Den Helder is het meest noordelijke puntje van Nederland. Dus dat scheelt je gewoon heel veel vaartijd. Het werd altijd gedaan vanaf 9 supply bases. Want eigenlijk had iedere oliemaatschappij wel zijn eigen supply base. En uiteindelijk hebben wij samen met het havenbedrijf in Den Helder en de gemeente Den Helder deze basis ontworpen. En ja, wat doen wij dan hier? Als je kijkt, we hebben hier 3 lichtplaatsen. En we hebben hier, en dat is heel belangrijk, en daar kom ik direct even op terug waarom dat zo belangrijk is. Hier hebben we een mud plant. En als je dat heel letterlijk vertaalt, dan is dat in goed Nederlands een modderfabriek. Maar het wordt gebruikt om boorvloeistoffen te produceren op waterbasis en op oliebasis. Die worden gebruikt bij boringen op de Noordzee.
Verder hebben wij een methanol loading facility. Jan zei dat al net. Dat wordt gebruikt bij de productie van gas. En wij zijn de enige die dat ook in bulk kunnen laden. En dat is ook een van de dingen die wij dan doen. Voor een aantal locaties aan de Engelse kant beleveren wij platforms ook met methanol in bulk. Waterladen, 60 kuub per uur. Want uiteindelijk wil je dat zo'n boot heel kort in de haven ligt. Want hoe korter die in de haven ligt, de boot is gemaakt om te varen. En kan hij heel simpel veel meer tijd buiten besteden, waardoor je meer vracht naar buiten kunt brengen en dus minder boten nodig hebt. We kunnen 10.000 lifts, en dat kunnen containers of pijpen of pijprekken zijn, per maand afhandelen. En we hebben de capaciteit om 6 boten per dag af te handelen. We zijn hier open van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's nachts. En dit allemaal. En daarom heet het ook een one-stop shop. En je kunt het vergelijken met de Formule 1. De boot komt binnen, lossen, laden, brandstof aan boord, boorchemicaliën aan boord, productiechemicaliën aan boord, water en al je dekcargo. En dan maar weer varen. Nou, waarom is zo'n mutplant dan zo belangrijk om die te hebben? Eigenlijk het hele boorproces, dat wordt, en volgens mij is dat vorige keer al verteld, dat hangt heel erg aan elkaar van die boorvloeistof. Want die boorvloeistof die doet een aantal dingen. Die gaat in de boorpijp naar beneden. Die koelt daar de boorbeitel. Vervolgens aan de buitenkant van de boorpijp brengt hij het boorgruis omhoog. Dat komt in een bak waar het gesafe wordt. Het gruis blijft achter. En de olie of de boorvloeistof op water- of oliebasis gaat weer terug. En met het spelen met het soortelijk gewicht van zo'n boorvloeistof bepaal je ook dat je de druk van de put onder controle kunt houden. Dus dit is echt een veiligheidsitem. En heel belangrijk in het bevoorraden van booreilanden. En vandaar ook dat wij dat als één one-stop shop hebben gedaan. In de basis zijn wij in staat om het snelste wat we ooit hebben gedaan is in 3 uur en 3 kwartier een boot weg te krijgen. Gemiddeld is het ongeveer 5 uur. En als je naar landen kijkt elders op de wereld, dan is dat vaak wel 3 keer zo lang. Nou, hier zie je dan een typisch voorbeeld van een normally unmanned installation. Dus een onbemand platform waarbij de supplyboot met een gangway contact maakt. Waarbij dan uiteindelijk mensen aan boord kunnen gaan om met een kraan de materialen van de boot te hijsen. En de werkpakketten aan boord te zetten waardoor het onderhoud of de inspectie kan plaatsvinden. Er zijn 3 soorten offshore logistiek. Dat is 1, dat is de productielogistiek. Dat gaat heel erg over een productielocatie. Daar moet onderhoud plaatsvinden, daar moet een inspectie plaatsvinden. Dus vaak worden daar werkpakketten heen gebracht. Mensen zijn daar aan boord, die zijn met die werkpakketten bezig. En dat zijn of het zijn bemande installaties of het zijn onbemande installaties waarbij dan de boot... vaak worden daar walk-to-work vessels voor gebruikt. En dat is zeg maar wat ik net in het plaatje liet zien, waarbij mensen ook echt van de boot aan boord gaan om het werk uit te voeren. En dat vereist eigenlijk heel veel dekcargo en bij bemande installaties ook fuel, water en voedsel. Dan hebben we drillinglogistiek en daar is eigenlijk... daar is natuurlijk ook dekcargo, maar daar is die onderdekse lading is best wel belangrijk. Met name die boorvloeistoffen. Als je kijkt naar het verschil tussen deze twee, dan gaat het bij productie gaat het heel erg om efficiëntie. Dus van tevoren plannen. Het is eigenlijk altijd werk is planbaar. Met zo min mogelijk bootcapaciteit, zoveel mogelijk platformen bevoorraden. Bij de drillinglogistiek ligt het heel erg op effectiviteit.
Als je een gat boort, weet je niet wat je tegenkomt. Dan moet je vaak ad hoc uitvaren. Er moet ook een zekere mate van veiligheid gewaarborgd worden, dat die put onder controle blijft. Een goed voorbeeld waar dat niet zo was, is dat Macondo-incident in de Golf van Mexico. Ergens in 2009, 2010, waarbij een put wekenlang olie spuugde. Nou, dat wil je voorkomen. Dus het richt zich heel erg op veiligheid en het goed verlopen van het boorproces. En dan als laatste heb je de accommodatieplatforms. Worden vaak gebruikt bij installatie, ook van windenergie. Daar zitten vaak 100 tot 200 mensen aan boord. Nou, daar gaat het over heel andere dingen. Daar gaat het erom dat de voedsel goed aankomt. En dat het water goed onder controle is. We hebben ook een heel Legionella-programma. Te zorgen dat het water wat wij brengen, dat dat niet met Legionella vervuild is. Dus dat zijn eigenlijk de drie soorten offshore logistiek waar je aan moet denken. En om dat te combineren, hebben wij met alle operators in Nederland, want wij doen dit voor alle operators op de Noordzee aan de Nederlandse kant, maken wij een capacity request. Dus wij krijgen alles wat zij gaan doen in de komende maanden, plus een productiecapaciteit. Op basis daarvan zorgen wij dat er een programma komt waarbij we een aantal schepen samenstellen. En zoals Wim al zei, de Noordzee is erg grillig. Dus het is heel belangrijk waar vaar je heen. En waar je bij de ene met een kleine boot kan komen, moet je zeker als je echt in het hoge noorden, in de A- en B-blokken zit, heb je echt wel een boot nodig die een aardige breedte heeft. Om te zorgen dat je daar nog wat langer door kunt werken. En uiteindelijk charteren we dan die boten. En dan hebben wij een aantal mensen, die zijn de medium planners, en die kijken echt naar de productieschedule. En die combineren al die verschillende soorten logistiek tot een sailing schedule. Om dat delen van die schepen op die drie verschillende zaken, dat maakt dat je gewoon maximaal gebruik maakt van die schepen, van die capaciteit. Maar je hebt ook een veel flexibelere vloot. En uiteindelijk probeer je natuurlijk zo maximaal mogelijk die efficiëntie te halen. En schepen en helikopters zijn gewoon hele dure materialen voor offshore logistiek. Als je offshore logistiek uitdrukt in een percentage van de productiekosten, zit je zo aan 30%. Dus alles wat je hier goed regelt, dat geeft gewoon een besparing op die 30% van die productiekosten. Uiteindelijk, door minder, er zit ook environmental, dus milieuvoordelen aan, want je hebt minder brandstofconsumptie en dus ook minder emissie. Als je dan kijkt, wat heeft het dan gebracht? Als je dan naar 1989 kijkt, dan waren er 60 locaties op de zuidelijke Noordzee aan de Nederlandse kant. Tegenwoordig is dat ongeveer 120 en dat komt omdat er heel veel onbemande installaties zijn. Maar die 60 die werden destijds met bijna 10 schepen bevoorraad. Als je SEC naar productie kijkt en als je nu kijk, doen wij dat met 5 schepen. En door de ontwikkeling zijn we elke keer weer in staat om daar een beetje van af te halen. En is onze uiteindelijke doel om het met 4 schepen te doen. Dus dan zie je dat er een enorme besparing zit in die gedeelde logistiek. Nou, dit is dan zo'n typisch platform supply vessel met de deck cargo. En als je dat dan gaat delen met iedereen, ja, dan wordt het natuurlijk wel, want wie krijgt dan welke container? Want je wil niet dat je de verkeerde goederen bij het verkeerde platform aflevert. Nou, wij hebben daar speciale systemen voor gemaakt, die creëren ook een deckplan. En er zitten ook weer een aantal veiligheidswaarborgen in. Want als je hier ziet, de rood omrande
deklading, dat zijn gevaarlijke stoffen. Die moet je ook weer volgens de IMO moet je dat scheiden. Maar ook kleine platforms hebben een kleine kraan, grote platforms hebben een grote kraan. En als je zware spullen dan een kraan kan tillen, bij een offshore platform aflevert en ze halen die van boord, dan gaat niet de container omhoog, maar dan gaat de kraan naar beneden. En dat zijn ook zaken die je wil voorkomen. Dus al deze zaken, die hebben wij verstopt in systemen. Er zitten ook veiligheden in. Als er een boot geladen wordt, kan degene die de boot laadt, die kan niet gevaarlijke stoffen die niet naast elkaar mogen, naast elkaar zetten. Of op het moment dat hij een container aan boord wil zetten die te zwaar is voor een locatie, krijgt hij daar automatisch een melding van. Nou, dan hier weer even het plaatje over die boorvloeistof en waarom. Om maar eens duidelijk te maken dat we zien allemaal de deklading, maar eigenlijk gaat een heel groot gedeelte over het onderdeks, over de onderdekse lading. En dan heb je het over droge en natte bulk. En de droge bulk is dan cement. Die wordt gebruikt bij het afdichten van casing in een boorgat. Het gaat over die boorvloeistof, maar het gaat ook over drinkwater en over brandstof en over productiechemicaliën als methanol. Nou, dan zijn er meerdere locaties waar je wil laden en je wil ook geen lading, je wil geen olie gebaseerde boorspoeling bij water gebaseerde boorspoeling, want dan creëer je weer extra afval. Dus ook hiervoor geldt heel veel coördinatie. En er zitten ook mensen bij ons die zitten de hele dag alleen met die tanken te plannen. Nou, en uiteindelijk komt dat allemaal samen in een Marine Operations Manual. Waarbij een aantal zaken gewoon echt heel strikt geregeld zijn. De Marine Manual die ligt bij ons op kantoor, maar ook op elke boot. En ook op elk platform, zodat iedereen weet. Wat moet je doen voor operations in de haven, operations op zee. Maar ook hoe behandel je drinkwater, hoe test je drinkwater. En hoe zorg je bij bijvoorbeeld die gangway transfers naar die onbemande platforms. Hoe gebruik je dat? Wat is veilig? Maar ook over, normaal gaan mensen met een helikopter naar een platform. Maar op het moment dat het een aantal dagen heel erg mistig is, moeten er toch mensen af. Hoe doe je die crew transfers? Dus dat zijn allemaal zaken die heel goed geregeld moeten zijn. En die je ook allemaal bij hetzelfde wil. Wij werken voor 9 oliemaatschappijen. Je wil niet dat je bij elk platform weer opnieuw even moet bedenken hoe je daar dan moet werken. Dus ook hier is heel veel afstemming over met al die oliemaatschappijen om te komen tot 1 operations manual. En dan willen die klanten natuurlijk ook zien, wat doet die boot dan? Wanneer krijg ik mijn pakje? Nou, ook daarvoor hebben we allemaal in huis software ontwikkeld, waarbij eigenlijk de hele supply chain te volgen is. En om dat te verbeteren, hebben we met onze klanten een aantal KPI's afgesproken, waardoor we uiteindelijk die efficiëntie waarborgen. En zorgen dat we niet heel veel waste in die hele supply chain hebben. Dus er zit ook een heel lean gedeelte in wat we hier moeten volgen. Ik ga er even snel doorheen, want volgens mij ben ik ook al redelijk over de tijd aan het praten. Ik ben over de tijd, maar we hebben nog kijkers, dus ik zou zeggen... maar wij zijn niet de enige kijkers, hoop ik. Nee, zeker niet, Ron. En het gaat dus door die hele supply chain heen hebben we mensen kunnen hun transport request aanvragen. We ondersteunen die schepen met een vessel support tool. We hebben bulk management systemen, maar we hebben ook bijvoorbeeld integrated GPS tracking. En we zijn op dit moment een nieuw systeem van een Nederlandse Rotterdamse bedrijf aan het testen. Om ook hiervoor te kijken, kunnen we nog meer digitaliseren, kunnen we het nog meer inzichtelijk maken. En dat systeem kan bijvoorbeeld heel erg helpen bij het besparen van brandstof. Maar ook bij het meten van de sea state ten opzichte van het schip, waardoor je mogelijk langer door kunt werken. Dus dat zijn echt zaken waar we continu die verbeterslag proberen te maken.
En dan ben ik al, denk ik, aan het eind van mijn presentatie. En dan is dit zoals het er offshore uitziet. Prachtig beeld weer. Ik zie alleen maar mooie plaatjes voorbij komen. Ja, ik denk dat wij nog wel een poll hadden, Chris. We hadden nog een poll voorbereid. En dat was eigenlijk meer een beetje om te kijken of mensen goed hebben opgelet, geloof ik. Ja, die poll. Dat ik het laatste was. Dan heb je toch altijd dat mensen wat... Even zien. Ja, oké. Okay. Hoeveel platformen voor productie waren er op de Nederlandse kant van de Noordzee in 1989? Waren het de 60, 80, 100 of 140? Nou, ik heb in ieder geval goed nieuws voor je, Ron. Mensen hebben wel goed opgelet. Dat is mooi. Ja. Even kijken. Ik heb niet voor niks gedaan. Twee derde heeft hem in ieder geval nu beantwoord. Dus kijk eens, Ron. Nou, ja. Fantastisch. Maar dat was wel mooi, want dat was ook denk ik ook de reden waarom je die vragen erin hebt gezet. Ook om aan te geven dat er dus gewoon een verdubbeling, meer dan een verdubbeling heeft plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Toch, Ron? Ja, het is, en daar gaat het natuurlijk om. Hè. Er zijn meer productielocaties. De gasprijs is, hè, want Nederland is echt een gasland. De gasprijs is niet om over naar huis te schrijven. Dus die beheersing van die kosten is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Ja, nou, dankjewel. Echt weer een goed verhaal ook. Ik vind het mooi om te zien. Je noemt het een offshore logistics, maar natuurlijk meer dan alleen logistiek. Meer dan alleen, zoals jij zegt, het pakje van A naar B brengen. Ik zie ontzettend veel digitalisering voorbij komen, techniek, innovatie. En ook, ik zie ook heel veel werk en arbeidsplaatsen die terugkomen in jouw verhaal. Dus het is goed om te zien dat offshore ook nog steeds een belangrijke werkgever is natuurlijk. Dat geldt eigenlijk ook voor de andere sprekers. Ook fijn dat jullie ook de goede link hebben gelegd naar Rotterdam. Ik hoor veel Rotterdam in de verhalen terugkomen. Dat zal ook de offshore community leden die meeluisteren goed doen. En misschien ook inspireren om actief te blijven in deze mooie sector. Joost, heb jij nog vragen of aanvullingen op dit verhaal? Nee, in het geheel niet. Ik heb weer met aandacht zitten luisteren. Ik denk dat we bij elkaar opgeteld, Chris, jij hebt het volgens mij berekend, maar na meer dan 100 jaar offshore ervaring hebben zitten luisteren. We hebben precies 105 jaar deze drie heren bij elkaar, dus ik zou het ze niet geven. Kijk, dat is leuk om te zien en vooral ook denk ik voor de leden heel leuk om mee te krijgen, dat je dus echt van de mensen uit het werkveld gewoon hoort hoe dat elke dag weer eraan toe gaat in die verschillende elementen. We zijn weer met boren begonnen, met seismic onderzoek zelfs, en we zijn geëindigd met offshore support. Ik denk dat we een mooie vlucht hebben gemaakt door die hele keten. Ja. Het smaakt absoluut naar meer, Chris. Ik weet niet, hebben we nog nieuwe ideeën hiervoor? Ja, we zouden eens kijken misschien of we in het tweede helft van het jaar zoiets kunnen doen voor de offshore wind, Joost. Wat vind je daarvan? Nou, Wim die gaf het eigenlijk al aan. Hè. Die maakt een mooie crossover ook van olie en gas en offshore wind. Dus wat mij betreft gaan we zeker met offshore wind ook door. En ik zie spreken alweer, we deze af. We gaan gewoon beginnen. Zoals spreken we oktober zo ongeveer doen we offshore wind. Oké, gaan we doen. En iedereen die, die heeft gekeken en geluisterd, die zal daar ook weer een uitnodiging voor krijgen. Dus iedereen ontzettend bedankt voor de deelname. En ook bedankt voor de leuke reacties die we toen hebben gekregen. We zullen nog een enquête uitsturen naar iedereen om gewoon eens te vragen, wat vond je nou van? En zijn er nog onderwerpen die ontbreken, die we nog eens een keer kunnen herhalen of kunnen inzetten in een volgende sessie. Dus nogmaals dank. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. En tot de volgende weer. Tot ziens.